Tante Tini is een helleveeg, een takkenwijf. Maar met haar neefje Albert kan ze het wel erg goed vinden. Te goed zelfs, en dat kan nooit goed gaan. Zie daar de ingrediënten van de nieuwe film die André van Duren op het moment aan het opnemen is. Bijzonder is dat Joep van Leuken uit Schaik, 11 jaar, een hoofdrol speelt in deze film, die gebaseerd is op het boek De Helleveeg van AFTH van der Heijden. Ook voor Zeeland is er een rol weggelegd in deze productie, want Jan Wijnakker mocht zorgen voor 100 oldtimers. Lander TV nam een kijkje op de filmset in Eindhoven, maar laat eerst zien hoe Joep als een echte hoofdrolspeler in Schaik opgehaald wordt. Alweer. Ja. Er was een film die ging over de Bende van Os. We zijn nu in Eindhoven. Je draait er een beetje omheen, zou ik willen zeggen. Want het gaat elke keer in de buurt van Reek. Maar ook deze film gaat weer niet over Reek. Nee. Dit gaat over Tivoli, een wijk in Eindhoven waar AFTR van der Heijden geboren is. En het is gebaseerd op het boek De Helleveeg die geschreven heeft. En we filmen echt in de wijk. Even kort, waar gaat die film over, André? De Helleveeg gaat over een ontzettend, over een kring van een vrouw. En wat voor een vrouw? Over een kreng van een vrouw en haar 12 jaar jongere neefje. Dat is het woord helleveeg dus. Takkenwijf, mag je het ook zo zeggen? Ja, takkenwijf zou je ook kunnen zeggen. Het gaat over een tante en haar 12 jaar jongere neefje. En we zien de neef eerst als een jongetje van een jaar of 6, 7. Dan als een jongen van 10, 11. Dan 17 tot en met 57. En zijn tante wordt ook samen ouder. En we zien het verhaal van de tante en haar neef. De levensloop in feite van de tante en de neef. Ja, het is een familiedrama. Ja. En wat gebeurt er allemaal in het leven van die tante? Nou, daar hebben we 2 uur film voor nodig. Maar het is vooral de overgang van een jongetje die aanvankelijk gefascineerd is door zijn tante. Vervolgens wordt hij verliefd op haar. Als student belandt hij zelfs nog bij haar in bed. En uiteindelijk krijgt hij een hekel aan zijn tante. En wanneer tante dan vertelt wat in haar jeugd gebeurd is, dan snapt hij haar. Ja. Ja. Het wordt een echte Nederlandse film met veel seks en vloeken, begrijp ik daardoor al uit. Vooral seks? Nee, zeker niet. Nee. Het wordt niet een gemiddelde Nederlandse film. Het is echt een literatuurverfilming van der Heijden. En daar zit ook seks in, maar dat is niet de basis van de film. Mm-hmm. Hoe ben je op dit boek gekomen van der Heijden? Ik was altijd al een ontzettende fan van der Heijden. Ik had die tandenloze tijdcyclus in de jaren 80 gelezen. En ik ben ook bezig geweest met de rechten daarvan. En de rechten van de advocaat van de Hanem. Die waren allemaal al weg. En toen dit boek uitkwam, las ik een ontzettend goede recensie. En ik kocht het boek. En 4 dagen daarna hadden we de rechten. 4 dagen daarna? Ja. Ik was heel enthousiast. En de producent was ook heel enthousiast. En de uitgeverij was blij met ons. En van Heijden ook. Dus het was heel snel geregeld. Hoe nauwkeurig volgen jullie het boek, André? Ja, behoorlijk getrouw. Zo getrouw dat ze er blij mee zijn. Het begint in de jaren 60. Dat waren dus, het was een tijd dat echt alles anders was als nu. Een tijd dat er nog veel dingen niet mochten. En is dat ook een beetje de achtergrond van de film geworden? Ja, we beginnen zelfs nog eerder. We beginnen in de jaren 50. Ja. En we gaan door naar 60, 70, 80 en we eindigen in de nieuwe eeuw. En het is inderdaad een mentaliteitsgeschiedenis van Brabant. We zien het wat benepen jaren 50 leven. En dat openbloeien in de jaren 60 en in de jaren 70 met de vrije seksuele moraal. Dan belandt de jongeman met zijn tante in bed. Ja. En vervolgens gaat het een soort weer Woodstock in de wijk? Ja, en dan vervolgens gaan we weer naar de nieuwe eeuw waar eigenlijk weer het wat bekrompere moralisme terugkomt. Dus het is 50 jaar geschiedenis in Nederland en dan nog meer specifieker in Brabant en nog specifieker in een wijk in Eindhoven. Ja. Je komt zelf uit Reek. Naast jou zit een hoofdrolspeler, mag ik het zo zeggen. En die komt uit Schaik, Joep. Ja, Joep van Leuk. Waarom is het Joep geworden, André? Nou, wij hebben wekenlang audities gehouden. En er zijn tientallen jongens langsgekomen. En de allerlaatste auditiedag, de allerlaatste kandidaat die binnenkwam was Joep.
En hij deed het zo ontzettend goed. En dan was nog een voordeel. We hadden al een jongere jongen van een jaar of 7, 8. En daar leer ik je ook nog als 2 druppels water op. Dus het was we waren ontzettend blij, want hij kan heel goed acteren. En hij lijkt erg op de jonge versie. En vervolgens speelt Benja Bruining zijn rol vanaf 17 tot 57. Ja. Maar we waren blij met hem, omdat hij echt een hele goede acteur is. Ja, dan gaan we eens even naar Joep toe. Joep uit Schaik met een haar... Koep nu van 1961, maar in werkelijkheid is 2015. Joep, waarom heb jij gesolliciteerd, om het zo maar even te zeggen? Ja, het stond in de krant, in de arena stond iets. En mijn vader had dat gezien. En die stuurde een appje naar mij of dat ik dat leuk vond. In eerste instantie had ik er niet zoveel interesse in. Maar toen dacht ik daarna, ja, misschien is dat toch wel leuk. Dus had ik me opgegeven. En gelijk die avond vroeg ze of dat ik nog een paar foto's zou sturen. En toen vroegen ze of ik die dag daarna naar Hilversum mocht komen om auditie te doen. En ja, toen de auditie ging heel goed. Toen moest ik nog een ronde blijven. Want ze hadden blijkbaar al een jongetje gevonden die eigenlijk zou worden. Ja. Alleen toen hadden ze mij en toen moest ik nog een ronde om te kijken wie het zou worden. Wat moest je eigenlijk doen bij die auditie? Ik moest een kleine scène spelen van de film. Wat? Ja, ik moest door de kamer heen lopen en ik moest Tante Tini zoeken. Speelster. En dat was alles eigenlijk? Ja, en daarna moest ik nog een scène. En toen moest ik gewoon door de kamer heen lopen en ik moest schrikken van dat er allemaal bloed op het bed lag en zo, ja. Klinkt zo simpel, André, maar waar letten jullie dan op bij zo'n auditie? Want hij zegt, ik hoef alleen maar door de kamer heen te lopen. Ja, dus we letten erop of iemand niet bang is van de camera, of iemand motorisch goed is, of iemand slim is. Want om te acteren moet je slim zijn, je moet teksten kunnen onthouden, maar je moet ook gevoel hebben voor wat de betekenis van de scène is. En dat had Joep allemaal. Daarbij had nog één groot voordeel. Ik heb op het Maasland College gezeten in Os en Joep gaat er naartoe. En ik kom uit Reek en hij komt uit Schaik. En ik dacht, nou ja, dat is natuurlijk toch iemand die naar het Maasland College gaat, moet wel slim zijn. Dus laten we hem maar aannemen. Ja, zo bevoordeeld ben je eigenlijk. Ik wel. Ja. Nou werd er gevraagd naar blauwe ogen. Nou, ik zie alles behalve blauwe ogen, Joep. Ja, dat wordt dus in de film, als de film klaar is, dan doet de editor, die tekent dat er dan bij, volgens mij. Ja, ik weet er ook niet heel veel van, maar volgens mij gaan ze dan met computer... mijn blauwe ogen geven. Dus je kunt dadelijk volstrekt iemand anders zijn in de film. Volstrekt onherkenbaar geworden. Ja, denk het wel. In ieder geval andere oogkleur. Ja. Jij bent het neefje van een vreselijke tante. Heb ik net van jouw regisseur begrepen. Heb je die vreselijke tante, heb je er al veel mee te maken gehad? Ja, daarmee zit ik eigenlijk bijna elke scène zit ik met mijn tante. Maar Albertje vindt de tante juist heel leuk. Waarom vindt... Jij bent dan Albertje, hè? Albertje op 11-jarige leeftijd, hè? 10, 11. In de werkelijkheid ben je Joep ook 11 jaar. En waarom vind je tante dan zo leuk? In de film vindt Albertje het heel interessant wat allemaal verhalen zij vertelt. Ze vertelt allemaal verhalen over seksualiteit en zo. En Albertje weet helemaal niet wat het betekent, maar hij vindt het gewoon interessant om elkaar over daarna te luisteren. Ik weet bij het Benne van Os dat je toch wel een tijd aan het zoeken bent geweest naar locaties. Hoe is dat nu geweest? Hier ook. Wel veel werk geweest. Alleen deze wijk hadden we gelijk. Want ik ben gewoon naar de straat gegaan waarvan hij oorspronkelijk geboren is. Dat is de Puma-straat in de Roofdierenbuurt. En we hebben uiteindelijk in de Leeuwenstraat gefilmd. Dus om de hoek. Mm-hmm. En met iemand van het buurtcomité hebben we die locatie gevonden. Dus iemand zei, ben je op zoek? Dan weet ik nog een huis van Martien Visser. Dat is een man die niet mee heeft gedaan met de renovaties van de woningbouwvereniging. En daarom is zijn huis nog precies als 50 jaar geleden. En toen zijn we samen met het wijkcomité naar Martien Visser gegaan. En gevraagd of we dat konden filmen. En in samenwerking met het woonbedrijf is hij uit zijn huis gegaan. En hebben we 10 dagen in dat huis gefilmd. En hij is in een andere woning gegaan en is nou weer terug verhuisd. Ja, dus een beetje geluk bij een ongeluk. Ja, ja, heel erg fijn dat hij niet meedeed met de renovaties. Ja. En komt de schrijver van de Heide, komt hij zo ook regelmatig even langs om te kijken? Ja, hij is de derde draaidag langs gekomen om een tocht in zijn verleden te maken. En hij was helemaal ontroerd door het feit dat hij weer terug was in zijn geboortehuis. Mag hij nou ook nog invloed uitoefenen op de film? Mag hij straks zeggen, van dat vind ik eigenlijk helemaal niet goed?
Ja, maar hij heeft gezegd, ik heb een boek geschreven, jij maakt er een film van. Ja. Veel succes, als je vragen hebt kun je hem altijd bellen. Maar in principe, hij laat me vrij. Hij heeft wel een script gelezen en op basis van het script heeft hij gezegd, ik heb alle vertrouwen, succes. Joep, het acteren, hoe makkelijk of hoe moeilijk was dat? Ja, ze zeiden wat ik moest doen en ja, ik deed wat, ik voel niet eens of dat acteren is. Ik doe gewoon wat ze zeggen. Ja. En moest het dan toch wel vaak opnieuw of niet? Ja, ligt eraan. Soms was het wel vaak opnieuw. Alleen daar ligt eraan dan ook aan, omdat die van veel plaatsen moet worden gefilmd. Alleen vaak is het ook maar 2 of 3 keer. Mm-hmm. Ja. En dat valt dan best mee. Ja. Dus eigenlijk was je gewoon Joep in de film? Ja, alleen dan met een andere naam. Ga je nog vaker aan films meedoen? Is dat toch een beetje nou dat je zegt van dat wordt mijn... Ja, stiekem toekomst. Dat zou ik wel heel erg graag willen. Ja. Maar in al die weken, je had eigenlijk op school moeten zitten. Hoe hebben ze dat geregeld? Ja, je krijgt gewoon van de school krijg je maximaal 10 dagen vrij. En als je dat aan de arbeidsinspectie ook nog vraagt, mag je er ook nog een paar dagen bij krijgen. En ik heb er 13 vrij gekregen. Oh, dus dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Ja. Goed, ik wens jou veel succes. En hoeveel minuten ga je straks jezelf terugzien in de film, denk je? 20 minuten, hebben ze gezegd. Oh, dat hebben ze gezegd? Dat ik 20 minuten in beeld ben. Ja. Volgens mij kun je dat nooit garanderen, want dan kunnen al de scènes weer eruit gesneden worden, of niet? Ja, maar het klopt wel zo ongeveer. We hebben een film van 2 uur en de helft is Benja Bruining, de volwassen Albert. En dan hebben we voor het eerste stuk hebben we 2 en die zijn ongeveer gelijk. Dus 1 minuut of 20 zal je er wel in zitten. De film duurt 2 uur. Hoeveel minuten neem je nou op in totaal? Ja, dan moet je met de factor 20 vermenigvuldigen. Met de factor 20? Ja. Dat meen je niet. Ja. Een regisseur uit Reek en een hoofdrolspeler uit Schaik. En toen dachten wij, we missen Zeeland. En toen werd er in één keer gezegd, nee, er is ook een Zeelandse bijdrage. Ja. Namelijk Jan Wijnakker. En wat is jouw bijdrage, Jan? Wij zijn de kaarthandler voor deze film. Dus dat houdt in dat we alle auto's moeten gaan zoeken. Scouten, kijken of de kleur goed is, het bouwjaar klopt. En dat die verantwoord is voor die scènes, zeg maar. En dan moeten we de auto's ook nog een keer hier naartoe transporteren. Of de mensen bellen dat ze rechtstreeks hier naartoe komen. Ja. Want we hebben bijna 100 figuratieauto's in deze film zitten, periode. Dus, jullie hebben 100 auto's in deze film zitten. Zoveel auto's hebben jullie? Nou, we hebben er zelf nog wel iets meer, maar niet allemaal rijklaar en niet allemaal geschikt voor deze scènes. Dus we zijn ook heel erg afhankelijk van particulieren die zo'n auto hebben en die dan voor een vergoeding hier aan mee willen werken. En daar zijn we best dankbaar voor dat ze dat ook willen doen, want anders zou er ook geen Nederlandse film meer gemaakt kunnen worden. Maar het is gelukt, begrijp ik. We zijn een heel eind weg, ja. Ik denk dat we op 85% zitten. Dus 15% voor de laatste dagen moeten we nog even gaan bellen en inrichten. Maar dat moet wel lukken. Zit de DAF er ook bij? Er zitten sowieso een paar DAFjes bij. Maar we zijn ook bezig met het allereerste DAFje hier uit Eindhoven. De serie 600 is dat. Er zijn er nog maar 5 van. En die proberen we ook bij deze serie, of bij deze film in ieder geval, erbij te hebben. Ja. Is de logistiek ook nog een hele klus of niet? Ja, de particulieren die komen meestal zelf gereden. Die maken er ook een dagje uit van. En die kijken met de set mee en die eten mee. En dat is gewoon leuk om een keer zo'n dagje mee te maken. Voor ons, wij zitten in Zeeland Eindhoven, dus dat is lekker kortbij. Dus voor ons is het een thuiswedstrijd. Want anders zitten we in België of in Amsterdam of in Keulen. En dan is dit wel een leuke keer zo kortbij. Ja. Met zo'n 100 auto's, dat lijkt me toch nog een dure aangelegenheid. Ja, gelukkig kunnen we gebruik maken van veel figuratieauto's van particulieren. En dat houdt het ook enigszins een klein beetje betaalbaar. Want anders zou het gewoon te duur worden om al die auto's apart in te moeten huren. Ja. Dus Hoeveel auto's tegelijkertijd moet je soms aanvoeren? Nou, ik geloof dat we er morgen 15 of zo toch wel op één dag hebben staan. Een compleet straatbeeld in feite. Ja, maar dan draaien we ook weer 2 periodes. Eentje van 1956 en eentje van 67. En dan geloof ik ook nog een kleinere van 52 als ik mijn eigen niet vergis. Maar dan is het iedere keer even ombouwen en dan pakken ze die periode en dan die periode. En ze proberen ze op één dag zoveel mogelijk te doen.
MUZIEK